Ik vind dat het nooit snel genoeg gaat. Dus ook het heilig worden niet. Wat je er dan ook maar voor beeld van kan hebben. Paus Franciscus roept gelovigen op tot heiligheid in de wereld van vandaag. Katholiek Leven gaat hierover in gesprek met 5 katholieken in Nederland. We zijn vandaag in Wijchen bij Siebrich Seinstra. Van kinds af aan heeft ze een visuele beperking. Ze leerde om boeken te lezen in braille en ze heeft een speciaal apparaat waarmee ze op internet kan komen. Hoe denkt Siebrich over heiligheid in het dagelijks leven? Ik heb het pas nog ervaren dat de Heer mij los heeft gemaakt van zaken. Er gebeurden letterlijk hele aparte dingen met mijn computer. En ik zou daar vroeger razend om kunnen zijn geworden, omdat ik dit dan niet meer had en dat ik dat niet moest. Want ik moest erbij blijven, maar ik moest steeds meer in de wereld. Niet meer in de wereld, maar in de wereld blijven. En ja, nu zit ik al een tijdje in een proces van het kan niet allemaal. Je kunt het niet allemaal, je kunt niet alles. En God heeft mij heel erg geholpen bij het proces van, ik denk dat ik het nou wel vast kan houden, dat het gewoon op is en over is. Dat het een illusie is om alles te kunnen en alles bij te houden. En dat ik nu mag wandelen in zijn genade, in zijn vrede. Ja, genade valt voor mij dan heel erg samen met vergeving. Maar het proces van heiliging, van heiligmaking, heb je ook niet zelf in de hand. Je kunt met lezen, met luisteren, kun je ernaar streven om het bij je te houden, om het de verbinding met God te bewaren en daarin te studeren. Maar dat je, wanneer het jou echt verandert, dat heb jij zelf niet in de hand. Dat is iets wat je van genade van God krijgt. Ik zit met jou de volgende stap, Siebrich. Ik neem jou mee. En hij heeft daarin een heel, heel, heel groot geduld met ons. Op de kaart staat arm zijn in het hart. We worden opgeroepen om gelijkvormig te worden aan Jezus, die arm is geworden terwijl hij rijk was. Het is zo vaak de heiligheid van de deur hiernaast. Ouders die met zoveel liefde hun kinderen grootbrengen. Mannen en vrouwen die werken om brood naar huis te brengen. De heiligheid van zieken, van oudere religieuzen die blijven glimlachen. Dus volgens de paus kan een heilige ook naast je wonen bijvoorbeeld. Is dat iets wat je herkent? Nou, als daad van naaste liefde zeker. Maar niet dat ik die persoon dan ook meteen heilig vind. Wel dat ik hem heel dankbaar ben. En dat ik heel dankbaar ben dat hij of zij dat voor mij doet. En dat hij dat al dan niet zelf ook wetend vanuit God doet. En dat God mij zo genadig is dat het mij ten deel valt. Dat wel. Maar of ze dat nou doen vanuit iets aards of dat ze dat nou doen vanuit echt een gerichtheid op Jezus. Daar ga ik niet over, dat ken ik niet, dat weet ik niet. De heilige verhalen, die mensen die zijn zo perfect en die hebben het allemaal zo goed gedaan. En die zijn zo tot helden, heilige heiligen verheven. Dat je als gelovige heel makkelijk kunt bedenken van, oh, ik ben niet heilig. Oh, dat haal ik nooit. Oh, dat kan ik niet. Ik richt me liever op Gods genade dan dat ik heilig zou willen of moeten zijn. Want dat heb ik het idee dat ik het nooit op die manier kan. Je hebt je ooit aan de Heer gegeven. En dan begint er een nieuw leven. Een nieuwe weg. Denk je dat je gelukkiger wordt ervan? En dan zeg ik ja, maar wel dwars door het vuur. Ken je het liedje Maak mij rein voor u? Maak mij rein voor u. Was mijn leven schoon. Vergeef mijn zonden. Laat mij zijn voor u. Zuiver als uw zoon. Dwars door het vuur maakt u mij rein en puur. Ik strek mij uit, Jezus, naar meer van uw geest en uw heiligheid. Ja, ik besluit, Jezus, een dienstknecht te zijn van u, mijn meester. Steeds tot uw wil bereid. Dat zijn grote woorden. Maar
Het is ook een soort proclamatie naar je diepste verlangen. En naar zijn verlangen naar jou.